gaat de nummer 1, Fedra. Oké, okay, alsjeblieft. Goedenavond iedereen, ik ben Vroeg Fedra. Ik kom uit Diepenbeek, ben 21 jaar en ik studeer mijn eerste jaar verpleegkunde. Fijne avond, Mark. Wow. Evelien, kom jij er even bij. Kandidaat nummer 2, Evelien. Alsjeblieft. En dank u, Evelien. Ik ben 29 jaar. Wat zijn jouw hobby's? Ik heb geen hobby's. Je hebt geen hobby's? En wat doe je dan overdag? Ik ben een huis en een mama. Je hebt werk genoeg. Zoontje, dochtertje? Kindje. Ja, die missen hè, als je hem in de crash gaat halen. Hè. Brengt je zoon mee. Ja. Dankjewel, Evelien. Misschien de kandidaat nummer 3, spijt genoeg en veel herstel gewenst. Kandidaat nummer 4, Liesel. Goedenavond iedereen, bonjour à tous. Ik ben Liesel Wouters, 30 jaar. Ik ben geboren in Leuven, maar ik woon nu in Halen. Je suis un officier de la composition médicale au sein de la défense belge. En wel is... dat is ook een van de redenen waarom ik wil meedoen. Ik ben fulltime militair, maar ik ben fulltime een vrouw. En op deze manier wil ik de vrouw in mij in de spotlight zetten. Bedankt voor je aandacht. Dankjewel, Liesel. Saskia, nummer 5. Saskia. Goedenavond allemaal. Eerst en vooral wil ik jullie danken voor jullie talrijke aanwezigheid. Mijn naam is Saskia Hokken, ik ben 25 jaar en ik kom uit Schulden. Ik ben vorig jaar mama geworden van mijn zoontje Alexander. Ik doe mee aan deze verkiezing om andere jonge mama's te tonen dat een wereld van glitter en glamour nog steeds mogelijk is, ook al ben je mama geworden. Dankjewel. Ik zou wel zijn. Dank u. Katja. Kom hier even bij. Ik ben mama van 2 kindjes. Een van de redenen waarom ik meedoe met deze verkiezing is omdat ik wil aantonen aan alle vrouwen dat je op het liefst is het taboes met de ingrijpen kan uitstralen. Dankjewel voor jullie aandacht en tot de avond. En dan hebben we nog Charlotte. Waarom Charlotte? Je moet je zeggen, alsjeblieft. Hallo, dag meneer. Ik ben Charlotte Winger, ik ben 19 jaar oud. Ik ben verkoop en bedrijfsbeheer. Tegenwoordig ben ik nu ook bezig met fotoshoots en ik doe het gewoon keihard. Daarom doe ik heel even een verkiezing, dat ik clean-up aan en dat ik blij ben. Dank je.